Goeiedag. Voordat we gaan kijken naar het weer van deze woensdag en de komende dagen, eerst nog even een korte terugblik naar het weer van afgelopen nacht. Er waren namelijk lichtende nachtwolken te zien boven Nederland, zoals ook hier langs de Waddendijk in de buurt van Moddergat. Een prachtig uitzicht over de Waddenzee met dus die lichtende nachtwolken aan de hemel. Vanochtend geen lichtende nachtwolken weer. Een combinatie van twee andere wolkensoorten. Stapelwolken en ook hoge bewolking, die sluierwolken. En in de loop van de dag zullen we steeds meer van die sluierwolken gaan zien. We hebben te maken met een uitloper van een hoge drukgebied. En de kern daarvan ligt helemaal ten westen van ons, boven de Atlantische Oceaan. Dat zorgt voor heel rustig zomerweer. Maar ten noorden van ons gaat een lage drukgebied langstrekken. En die gaat koers zetten richting het zuiden van Scandinavië. En daar krijgen wij net een schampschot van mee. En dat gaan we merken in de vorm van een toename aan bewolking in de loop van de middag. En vanavond bereikt een regengebied aan het noorden van het land. Daarachter volgen nog een aantal losse buien. En morgenochtend trekt dat allemaal weg naar het zuidoosten. Wordt het droog met opklaringen, maar we blijven met die noordwestenwind wel af en toe te maken houden met wat wolkenvelden die overtrekken. Maar dan is het wel weer helemaal droog geworden. Vanmiddag eerst dus nog ruimte voor de zon, maar geleidelijk gaat de hoeveelheid sluierbewolking toenemen. In het zuiden van het land warmt het dan nog op naar 22 graden, maar in het noorden heeft de zon steeds meer moeite om door te breken. En daar blijft het kwik steken op zo'n 19 graden. En in de namiddag en aan het begin van de avond dus daar de eerste kleine beetjes regen die gaan vallen. En er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En vanavond dan draait die wind iets meer naar het noordwesten. Trekt ook wat verder aan. Wordt windkracht 5 bereikt aan de kust. Boven land blijft die wind matig. Vooral in het noorden van het land dan af en toe wat lichte regen. Het zal echt niet met bakken uit de lucht komen. Maar soms kan het wel een tijdje gestaag doorregenen. Nou, het zuiden houdt het overwegend droog. Daar kan de zon af en toe nog tevoorschijn komen. En daar is het vanavond een graad of 20. Vannacht dan trekt dat regengebied geleidelijk weg richting Duitsland. Daarachter volgen nog een paar losse buien. Wind blijft duidelijk aanwezig en ook veel bewolking. En het koelt dan af naar 15 tot 17 graden. Morgenochtend verlaten de laatste buien het land en daarna wordt het weer droog en komt er dus steeds meer ruimte voor de zon. We blijven wel met die noordwestenwind te maken en daardoor is de temperatuur toch wat gedrukt. In het noordwesten zo'n 18 graden en in het zuidoosten net iets meer dan 20 graden. Maar daarmee zitten we dus wel ietsjes onder de normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Nou, het weekend ziet er dan ook nog rustig uit. We blijven te maken met die hoge drukinvloeden. Temperatuur zo tussen de 20 en 25 graden. Gemiddeld in het land zo'n 22. Zon, stapelwolken. En na het weekend komen we dan in iets warmere lucht terecht. En gaat de temperatuur richting 25. En later in de week misschien zelfs wel richting 30 graden.